Yo kijkers van de VGames en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Skywars. We gaan vandaag lekker spelen, hopelijk komt vandaag geen hacker tegen. Want ja, de vorige aflevering waren toch wel een aantal mensen met me eens van... het leek er wel verdacht veel op hacks. Alleen niemand kon het eigenlijk echt zeker zeggen, want er waren een aantal theorieën... Hoe het ook kon zijn eigenlijk dat die arrow op mij kwam. Maar goed, weet je, fuck it. We zijn in ieder geval nu in een nieuwe game, nieuwe kansen. En we gaan ons gewoon focussen op die game. En ik ben er ready voor. Voor de mensen die zich afvragen, dit is de map Snake. Dat is een van de, ja, nieuwere maps. Hij is inmiddels al wel weer een tijd aanwezig. Dus mocht je het afvragen, dat is de mapnaam. En ja, en freaking enjoy it. Oké, qua spullen hebben wij niet echt hetgene gekregen. Wat ik, wacht, hier is natuurlijk ook nog een kist. Hoppakee. En hier krijgen we wel hetgene wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk al eerder naar op zoek was, maar goed, oké. Daar gaan we meteen nog eens de buurman toe, want ja, weet je, fuck it, als we een kill kunnen maken, kunnen we natuurlijk gewoon een kill maken. En een kill is een kill. En dat is gewoon hetgeen dat we willen. Waar hier beneden moet zijn. Kijk, daar gaat hij al, daar gaat hij al, daar gaat hij al. Hé, hey, wat doe jij joh, gek? Deze had serieus echt zoiets van... Oh nou, ik ga rustig nu door naar het andere eiland van mijn buurman. Mijn buurman heeft helemaal lekker niks hoor, ik ga onderlangs en dan moet we goed gaan komen. Ja. Maar ik was er ook nog, hè? Oh. Ik moet zeggen, het was een easy kill, maar dat mag ook wel eens een keer natuurlijk, hè, dat wij een easy kill krijgen. Terwijl hij dus probeerde naar dit eiland toe te gaan. Wat ik op zich kan begrijpen, maar dan snap ik niet waarom ga je er niet gewoon meteen hier naar boven toe. Weet je, ik bedoel, je kan hier gewoon het eiland op. Hop, hop, hop. Oké, dan, goed. Deze kist, deze al geloot? Nee. Oeh, Iron Body. Kijk aan, kijk aan, kijk aan. Bam, onze gear set is gewoon af. Oké. Ik ga hier even geshift staan, want ik weet natuurlijk niet of deze persoon wil komen. Hij heeft een diamond body. Oké, hij heeft me al wel gezien. Dat is natuurlijk wel een nadeel. Hij heeft me namelijk gezien. En dat is gewoon iets wat vervelend is. Hij stond echt zo van... Hij stond er echt zo van, oké, dit moet goed gaan komen. Maar nee, dit kan gewoon niet goed. Deze persoon, ik weet niet wat deze persoon wil gaan doen. Oké, die staat er nog steeds. Dat doen we even zo. Tenminste, iets om te gooien. Wat gaat deze persoon doen? Dat is eigenlijk even mijn vraag nu. Hij klimt in eerste instantie nu naar boven toe. Holy shit. Lag spike, lag spike, lag spike. Oh, en ik heb hem down, ik heb hem down, ik heb hem down. Yes. Haha, get wrecked, mate. Dankjewel voor jouw freaking diamond body. En voor jouw freaking diamond boost. Fire protection, fire protection. Oké, dat is allemaal goed, goed, goed. Iron leggings gaat natuurlijk lekker aan. Hoppakee. En moet je nou toch zien mensen wat een gearsetje wij hebben weten te bemachtigen eigenlijk in een vrij korte tijd. Laten we eerlijk zijn, het ging vrij snel. Terwijl het nu een... 1-tegen-1 fight gaat worden, want de persoon in kwestie is namelijk dood gegaan. En ik snap nu ook al net waarom ik eigenlijk de game had gewonnen. Ten eerste, ik had natuurlijk nog die 2 extra hartjes van mijn gouden appeltje. En hij viel natuurlijk naar beneden door de fall damage. Hij had volgens mij zelf geen appel gegeten, dus ja, daar verlies je gewoon al pittig veel HP. En dat is gewoon niet slim. Terwijl je hier geen blokje op kunnen plaatsen. Oh my god. Oké, even kijken waar die persoon zit, want ja, we weten natuurlijk niet waar die zit. En als we niet kunnen zien waar die zit, kunnen we ook niet de game winnen. Goh, wat een logica weer, Duffy. Oké, goed, we gaan eens even om ons heen kijken. Waar zie ik nu een naam? Want dat is natuurlijk wel even iets wat belangrijk. Ik wou zeggen daar bij die mond, maar dat... Nee. Waar de freaking hell zit deze persoon? Oké, dit gaat niet werken. We zullen toch wel moeten gaan lopen, denk ik. Ik kan ook moeilijk zeggen, jongens, zeg even waar die zit. Want als jullie hem zien, laat het even weten, maar... Nee, dit... Wacht, we gaan naar de... Als ik nou naar deze groene kop ga... Of nee, wacht, ik kan ook wel gewoon hier naartoe natuurlijk. Even naar het midden toe, hier. Dan heb ik toch wel iets meer bereik over heel de map. Van goed, waar ga ik heen? Misschien dat ik hem dan zie. Oké. Goed, het midden. En nu. Oh, dat is... Ik zag daar net... Of niet? Ik dacht net dat ik daar iets zag. Maar wederom, ik weet het nog steeds niet 100% zeker. Dit is lastig, mensen. Dit is echt lastig. Je wilt natuurlijk gewoon zo goed mogelijk spelen. Alleen, ik weet nog steeds niet waar de persoon in kwestie zit. En misschien dat hij mij al lang en breed heeft gezien. Dat je dus hebt van... Oh, kom maar naar mij toe. Kom maar, je doet precies wat ik wil, weet je wel. Dat zou wel heel, heel, heel hard falen. En ik weet gewoon nog steeds niet waar die zit. Ja, dat trap ik niet in. Cube Press servertje. Oké. Maar waar de freaking hell zit deze persoon? Ik heb hem gezien. Ik zie zijn naam. Oké dan, we hebben hem. Oké, we hebben hem gecheckt. We weten waar die zit. Ik kan natuurlijk gewoon nu ook in het midden nog blijven zitten om sterker te gaan worden, betere gear te gaan verzamelen. Maar wat zou ik nog kunnen krijgen is diamond leggings, diamond sword, die gaan in chanten. Maar fuck die shit man, ik denk dat we hem wel aan kunnen trouwens. Nou, dat zeg ik wel, maar... Oké, hij heeft een boog. Oké. Oké. Heb ik een boog? Ik heb ook een boog. Mooi zo. Alleen ik heb maar 8 arrows. Dat is niet zoveel. Dat is gewoon niet zoveel. Hoi. Pauw. Pauw. Pauw, pauw, pauw. Pauw. Ja, hij heeft een golden apple. Leuk voor je. Oké, ik heb hem weer gehit. Weet je wat het is? We moeten gewoon iets gaan doen. Waar ik gewoon niet tevreden over ben. Maar goed, we gaan het wel doen. Dat is gewoon hier nu naartoe. Okay, we zijn nu op zijn eiland. En nu is de vraag, wat gaat er gebeuren? Oké. Oeh, ik dacht van, weet je, misschien kan ik hem eraf schieten vanaf hier. Waar gaat die godsnaam heen? Oké. Dit heb ik weten af te blokken. Oké, hij heeft de golden apple gegeten, maar ik hit hem. Dus dat is goed, weet je. Zolang ik hem maar blijft hitten, is het goed. Want daardoor kan hij gewoon zijn HP niet blijven regenen. Hij is inmiddels weer een verdieping naar beneden gemapt. Hij heeft nog een golden apple, dan wacht ik eventjes rustig. Dan heeft natuurlijk nou nog die regen. En de regen die gaat zo meteen uit. Hahaha. Hahaha. Ja, hij is eraf door... Oh yes, wat een win, wat een win, wat een win. Mensen, ik zie jullie natuurlijk gewoon weer lekker in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Snowy. Kijken natuurlijk of we hier onze win voort kunnen zetten. Ik ga wederom lekker met de Swordman kit, want ja, weet je, dat is gewoon een OP kit hier op Skywars. Let's freaking go. Even kijken. Oh, kijk aan, Diamond Leggings. Dat is zeker niet verkeerd, dat is zeker niet verkeerd. En wat vind je... Wat de freaking hell. Het is vandaag leggingsdag mensen. We krijgen alleen maar leggings. Daarmee moeten we het doen. Dankjewel. Oké, we hebben gewoon serieus 6 keer leggings gekregen. Even for real. Eentje was ook gewoon goed geweest hoor. Ik bedoel, ik kan toch maar 1 aan. Nou ja, weet je, we krijgen hem. Dus we zijn er gewoon... Ja, we zijn er wat dat betreft maar blij mee. Nee, wacht. We gaan meteen even een boog maken. Want ik zie gewoon natuurlijk dat ik dat kan doen. Dus hop. Nee, hop, hop, hop. Zo, die moet weg. Oké, dan. En we hebben een boog. Goed. We gaan meteen naar boven toe. We gaan eens even kijken. Wat kunnen we hier doen? Wij zouden een schep kunnen. What the freaking hell? What the freaking hell? Wat? Oh my god. Ik heb niks doorgehad. Maar ook letterlijk helemaal niks. Oh, hij is ook gewoon van hieronder is hij gewoon gegaan. Damn it, deze man heeft het goed gespeeld. Ik moet zeggen, hij heeft goed gehurkt. Hij had goed keer. Nu is het nog beter keer. Goed gedaan. Mensen, ik zie jullie lekker in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Pokémon. Kijken of we misschien hier kunnen winnen. Wij zijn de Charizard. Kijk, dat is een teken. Weet je. Wij zijn vuur, we zijn een draak. We gaan deze game winnen. Dat is gewoon... Ik heb geen idee of het gaat lukken. We zullen wel zien hoe het gaat. De game is in ieder geval vol. Ik dacht even checken toch oftewel of ik daadwerkelijk ook echt buurmannetjes had. Maar die had ik ook echt wel. Dus ik kan daar niet... Terwijl mijn ene buurman al naar beneden flikkert. Wat? Mij flikkert die namelijk net alweer naar beneden. Dat zag er in ieder geval zo uit. Dus dat zo is, dan ga ik natuurlijk meteen naar zijn eiland toe. Want dat betekent dan dat ik daar natuurlijk free kisten kan gaan looten. Ook hier ondertussen even snel hout vandaan gaan toveren. Dank u wel. Ik heb ook als goed een pickaxe. Ja, oké. Dan rachen we... Nee, ik zeg pickaxe. Hoppakee. Rachen we meteen dit open. En dan... Hoppakee. Oh shit, sorry. Dat is aan deze kant. Faal. Hoe de freak nou zit zo'n pokeball in elkaar? Oké, we moeten daar naartoe. Juist, check, check, dubbel check. Oké. Hop, 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 hop. Oké, daar gaan we dan. Want als het goed is flikkerde namelijk net mijn buurman meteen naar beneden toe. Waardoor wij er gewoon 2 eilanden nu kunnen looten. En ja, 2 eilanden is toch beter dan 1. Zeker met de gear die wij hebben gekregen. Het is oké op zich onze gear die we hebben. Maar ik heb zoiets van, nou, ik lust eigenlijk nog wel wat extra gear erbij. En kijk eens aan, hier vinden we bijvoorbeeld al leggings. Dat is ook, of leggings, schoenen bedoel ik. Dat is ook altijd al fijn. En dan gaan we deze kist ook nog even openen. En wij vinden hier nog een golden apple. Nice. Oké dan. Moet ik even zo kijken. Oh, natuurlijk ook leggings. Die had ik ook schijnbaar nog niet. Oké. Golden apple zet eventjes daar neer. Hout zetten we daar neer. Oké, iemand zit op mijn eiland. Ik zag hem net. Hij maakt net een fout. Hij sprong namelijk net hier. Hij heeft zichzelf 100% nu verraden. Wat een loser. Er zat hier namelijk net echt iemand, mensen. Ik zweer het jullie. Ik begin echt niet gek te worden, hoor. Er zat hier net iemand. Zie, die is naar mijn eiland gekomen. En... Die is nou... Spraakmakende wijze verdwenen. Flikkert er iemand dood naar beneden? Dat zou natuurlijk ook nog eens wel eens even kunnen. Ik heb geen idee, mensen, maar ik durf jullie bijna 100 euro erop te zetten dat ik net een naam zag die net letterlijk bij me was. Het kan natuurlijk ook zijn dat gewoon dat die no-cheat is of zo. Dat in één keer dat ze dan iemand naast je zetten en dat ze dan gaan kijken van, goh, gaat die persoon hitten of niet? Want zo ja, dan vallen we hem op die manier, of dan kunnen we op die manier bannen. Dat is dom, dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk als er nou meteen nog iemand komt. Hoppakee, dankjewel voor je OP gear. We hebben daarom lekker een diamond body gekregen. We hebben wel lekker lopen te cleanen, maar goed, weet je. Mag ook wel eens een keer dat wij gewoon de boer gaan lopen te cleanen hier. Hier nog wel shizzle, maar dan is er maar hey, fuck die shit. Oké, goed, er leven trouwens nog 10 mensen. Dat is op zich ook nog best wel veel. Ik zie daar 1 persoon, 2 personen. Ik zie dat doordat de iron body daar of zo aan het glimmen is. Dat zie je dan in de verte. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar in ieder geval, ik zie het hier ervan. Wij gaan gewoon rustig door deze kant, want ik zie daar ook alweer iemand. Oké, maar toch wel benieuwd wat die gaat die persoon doen, want hij loopt. While someone is moving, it's always dangerous. Hit! Oh! Ja, die vent is in paniek. Die heeft zoiets van, oh nee, dadelijk val ik eraf. Dat moet! Oh nee, nee, oh nee. Duffy, waarom doe je dit nou? Oh nee, Duffy, waarom doe je dit nou? Dit is... Oh my god. Dit is, ja, sorry mensen, maar dit is, oh my god. Het was gewoon letterlijk 1 blokje. Ik ga hem ook opzoeken, ook nu waar ik net flikkerde. Ik ga hem opzoeken ook. Er was letterlijk 1 blokje hier. Moet je nagaan. Hier is gewoon hetgene waar ik naar beneden flikker. Ik zeg, dat was 1 blokje. Ik spring letterlijk, hier spring ik volgens mij zo naar beneden en dan het einde. Oh my god. Wauw. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Skywars. Mocht je nou weer leuk hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, laat lekker wat in de reactie achter. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.